dat Saddam Hussein zijn troepen opdracht heeft gegeven zich uit Kuwait terug te trekken. Ze zouden de posities moeten innemen van voor de inval in Kuwait. Een erg belangrijk bericht is dat, maar het is nog voorwaardelijk en zal in de komende uren nog moeten bevestigd worden. We besluiten met het weerbericht. Vannacht vormt er zich opnieuw op uitgebreide schaal mist. De wind is zwak en veranderlijk en de minima liggen rond 4 graden in Vlaanderen. Morgen begint de dag opnieuw grijs met mist, maar in de loop van de voormiddag trekt de mist op en komen er naast wolkenvelden ook enkele mooie opklaringen. De wind is zwak en waait uit zuidoostelijke richtingen. De maxima schommelen rond 13 graden. En zo besluiten we deze laatste nieuwsuitzending van de dag. Ik wens u nog een goede nacht, slaap lekker en graag tot morgen. En van mij krijgt u naar goede gewoonte het overzicht van morgen, maar dat is echt alles wat ik u nog te bieden heb.